heren, jongens en meisjes. Welkom in Theater Geert Dijs. U bent vanavond live getuige van de opname van een gloednieuwe televisiequiz onder leiding van onze showmaster Alex. Mag ik van u een daverend applaus voor Spot Uit, Licht Aan. Zijn de kandidaten nou al gearriveerd? Ja, geen idee. Ik ben niet heel te zien. Oh, sorry hoor, ik wist niet dat je boos werd. Heb je slecht geslapen? Dat gaat je niet aan. Oh ja dus. Wil je erover praten? Nee, en zeker niet met jou. Oh, kan ik dan nog iets anders voor je doen? Ja, stil blijven staan. En je mond houden. Nou, wat er met haar aan de hand is? Wat er met haar aan de hand is? Wat? Of je met me wilt trouwen. Oh ja hoor. En dan nemen we 14 kinderen. Oh, geen probleem. Nathalie, zijn de kandidaten nou al gearriveerd? Zie je eruit als gastdame? Je kan toch gewoon even zeggen of de kandidaten er zijn? We beginnen zo al. Kijk dan toch eens uit! Zeg, en nou ben ik het zat! Ik ben verdorie, je hoopt niet! Zo kun je niet tegen me doen! Alex, als we dit nou nog een klein... Ja, Alex, het is een verschrikkelijke... Kate, waar is Alex? Zullen we hem doen wie hem het eerste vindt? Ah, nu even geen geintjes alsjeblieft. Ik moet hem dringend spreken. Ja. Maar nu ik jou zie, kan ik het jou maar beter gelijk vertellen. Ja. Er heeft de kandidaat hem echt wel voor de opnames van vanavond afgemaakt. Wat? Ja. En die opnames zijn al binnen een uur. Ja. Dat is een catastrofe. Nou, wat sta je hier nou nog? Ga Alex zoeken. Nou zeg, is iedereen zo humeurig vandaag of zo? Nee, helemaal niet. Hoe kom je daar nou? Nou, Nathalie loopt hier ook als een kip zonder kop met een gezicht. Nou, zo'n donker ongezwolk heb je nog nooit gezien. Wat denk je? Zal ze ruzie hebben met haar vriendje? Want ik hoor daar namelijk met iemand telefoneren. Natasja. Ja, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik moet niet zo nieuwsgierig zijn. Maar ze ging de kerel. Ze leek wel hondsdol. Ik zei nog tegen haar... Natasja! Ik moet Alex spreken. Weet jij waar hij is? Oh, wat moeten we doen? Echt al afgezegd. Opnames beginnen al over 55 minuten. Die plekken moeten worden opgevuld. Oh, dit is een ramp. Alex, ik moet Alex spreken. Oh, en Nick moet het ook weten. Nick! Ja, ik weet niet of we het er wel goed aan doen, hoor, Sjaak. Ja. Natuurlijk doen we er niet goed aan. We hebben alles toch uit en te treuren besproken. Er kan niks misgaan, hè? Uit en te treuren besproken? Ja, jij bedenkt alles wel leuk, hè? Maar ik zou het fijn vinden als je mij ook even van je plannen op de hoogte brengt. Dat komt toch ook allemaal goed en dat doe ik ook wel, Lena. Maar ik weet toch een beetje hoe je bent, hè, schat? Hoe meer ik jou vertel, hoe drukker jij je gaat maken, ja, maar hè? Dat doe ik toch niet expres? Nee, maar dat weet ik toch, hè? En daarom hou ik ook zoveel van je. Dat doe je echt, hè? Ja, natuurlijk, natuurlijk. He, je denkt toch niet dat ik dit allemaal voor mezelf doe, hè? Ik doe dit voor ons, om samen een mooie toekomst op te kunnen bouwen, hè? Maar dat had toch ook wel op een andere manier gekund? Nee, dat kan dus niet, hè? Oh, ik werk me een slag in de ronde voor een miserig loontje. En geloof mij, Lena, dat gaat dus nooit veranderen. Om tegenwoordig meer te verdienen dan het minimumloon... Dan moet je 8 jaar gestudeerd hebben, 6 talen kunnen spreken en met meer dan 2 vingers kunnen typen. Dat je ergens 25 jaar in dienst bent, nee, dat telt niet meer mee. Nee, dan krijg je een gouden handdruk, een bosje klotefonia's en een dinerbon van €50 om gezellig met moeder de vrouw uit eten te gaan. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk? Nee, dat is het niet. 25 jaar, Lena, 25 jaar. 5 dagen in de week, van 8 tot 5. En al die tijd heb ik mij 3 keer ziek gemeld. En wat krijg ik als dank? Nou, een dinerbon en een bosje pionie. Ja, stank voor dank. Dat is dus wat ik krijg. Wij worden aan alle kanten misbruikt, Lena. En dan ben ik spuugzat. Spuugzat, zal ik je vertellen. Oké. Luister. De volgende stap... is dat wij ervoor gaan zorgen dat wij, dat ze ons gaan kiezen. Ons kiezen? Waarvoor? Ze hebben invallers nodig voor de quiz. En ik gok erop dat die uit dit gebouw gaan komen. Ja, waar heb je het nu toch over? Nu snap ik helemaal ja, niet waar je zo over. Oké, ga jij even snel de plek schoonmaken. Dan hou ik hier de boel. Die twee toch in vredesnaam uit. Geen idee. Als jij nou nog eens even in het restaurant gaat kijken, misschien zitten ze daar. Kijk ik nog een keer in de regiekamer. Ook idee. Het is toch niet te geloven. 9 van de 10 keer lopen ze voor je voeten. Heb je ze nodig? Nergens te vinden. Hé, Sjaak, heb jij toevallig Nick en Alex gezien? Laatste uur niet. Nee, zijn er problemen? Dat wil jij niet weten.
Dat wil je echt niet weten. Godzijdank. Hey, rustig maar, meid. Je hebt nog tijd zat om te plassen. We beginnen pas over 55 minuten. Nick, er is een ramp gebeurd. Wat? Je hebt al in je broek geplast. Nee. Oh, je hebt diarree. Ja, dus, ja, dat heb je een probleem. Nee, ik heb een slecht... Adem. Ja, dat maakt mij toch niet uit, schatje. Ik heb een slecht bericht. Erger dan in je broek plassen of poepen. En een slechte adem kan volgens mij niet, maar vertel. Er heeft een echtpaar afgebeld. Ach, moppie top. Dat is toch helemaal niet erg? Dan vraag je Natasja toch de bovenste van de reservelijst te bellen? Ja. Ja. En welke opnames zouden ze deelnemen? Die van vanmiddag. Wat? Maar dat is een ramp! Wat zeg je? Het is een ramp! Hebben jullie gehoord? Dat moeten we doen. Rustig. We moeten rustig blijven en een plan bedenken. Ja, nou, dat zal kan nooit zijn opgekomen. Een plan bedenken. Tjongejonge, hoe kom... Zeg, als je denkt dat je me last kunt vallen met allerlei telefoontjes vol excuses, heb je het mis, vriend. En je laat me nou met rust, want de opnames beginnen zo. Tenminste, dat hoop ik. Zeg, ik spreek jou vanavond. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat betekent een hoop vol herrie thuis. En ik hoorde van Johanna van de kantine nog wel dat ze wil gaan samenwonen. Ik zeg toch tegen Johanna, ik snap niet waar jij je mee bemoeit. Daar heb jij toch helemaal niks mee nodig. Maar wat gaan we nou doen? Die plaatsen moeten worden opgevuld. Ja, en snel ook. Ja. Ja, wat kijken jullie nou naar mij? Waar haal ik zo snel een echtpaar vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar je hebt nog een kleine 3 kwartier om iets te verzinnen, want ik moet me gaan klaarmaken voor de opnames. Ja. Ja. En ik moet de regiekamer nog controleren. Break a leg. Ja, die van jou als je eruit kijkt. Nou, Natasja, als jij nou... Sorry, maar ik moet me gaan ontfermen over de rest van de gasten. Ach, ik had je heel graag geholpen, maar aan mij heeft het helemaal niks. Nou, daar sta je dan, Keetje. Denk na, denk na. Ik heb nog een ruime 3 kwartier. Dus die mensen moeten hier uit het gebouw komen, dat kan niet anders. Maar een echtpaar. We mogen nog niet eens uit eten van de directeur. Dat is niet goed voor de werkrelatie. Pff, laat staan dat hier een echtpaar werkt. Nee, ik moet 2 collega's bereid zien te vinden om te willen spelen alsof ze een echtpaar zijn. Maar ja, waar vind ik die zo snel? Nou, ik ben bijna zover. Hoe ver ben jij? Jeetje, wie denk je wat ik ben? Superwoman of zo? Nou, in mijn ogen wel, dat weet je best. Nou, hou maar op met dat geslijm. Help me liever om 2 slachtoffers te vinden. Dan moet je even goed luisteren, schatje. Ja. Ik ben hier de regisseur en ik ben verantwoordelijk voor wat er op die tape komt. En jij bent de opnameleider en jij moet zorgen voor wat er op die tape komt. Wat is dat toch altijd met jullie? Als er stront aan de knikker is, mag ik het oplossen. Ja. En zo is het. Maar daar ben je ook altijd de beste in. Je kunt je hoofd zo lekker cool houden. Ja, nou, laat ik je 1 ding vertellen, meneer de regisseur. Dat is alleen maar de buitenkant. Inderdaad, geen cool hoofd, eerder een heet hoofd. Hé, hey, ik heb het volgende bedacht. Wij gaan 2 collega's van ons vragen of ze bereid zijn om te spelen dat ze een echtpaar zijn. Dat is wel het slechte plan dat ik ooit heb gehoord. Dat kan toch niet goed gaan? Nou, dan bedenk je toch lekker zelf iets. Kate? Ja? Ik denk toch dat je gelijk hebt en dat we geen andere keuze hebben. Dus? Moeten we op zoek. Dus? Moet je daar niet langer blijven staan en meekomen. Dus? Kom op nou, Keetje. We hebben nog maar 40 minuten. Ja, wat wacht je nou nog op? Een woordje met een S. Ja, slomen zeker. Nou, kom op nou. Niet voordat ik het S-woord heb gehoord. Suikerspin, schatje, snoezepoes. Ja, sorry, hoe moet ik nou... Sorry? Ik ga op zoek naar een vrouw, jij naar een man. Vrouwen, ik weet het kippen houden. Komt u maar mee om, meneer en mevrouw. We gaan even via de studio naar de kleedkamer. Oh. En zoals u ziet, gaat het hier dus straks allemaal gebeuren. Wat is het hier klein, Allah. Oh, nou ja. Ik dacht dat ze daar zo'n machine voor hadden. Maar er zit echt publiek aan. Zeg, kindje. Ja, zegt u maar Natasja, hoor. Natasja, waar staan wij straks? Nou, achter 1 van deze 3 desks, mevrouw. Ja, natuurlijk. Maar welke van de 3 komt het best in beeld? Want dan wil ik die graag reserveren. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. En aan reserveren doen wij niet. U hoort straks van de opnameleidster achter welke u mag plaats gaan nemen. Kindje. Ja, luister. Ik luister. Er is vannacht iets verschrikkelijks gebeurd.
Ik werd wakker. Noem dat maar verschrikkelijk. Wat is er, lieverd? Nee, niets lieverd. Ik mompelde wat in mezelf, ja. Nou, ik werd dus wakker. Ja. Ik keek in de spiegel. Ja, dat is pas echt verschrikkelijk. Lieverd, wat zit je nou de hele tijd te mompelen? Hè? Zwijg of produceer geen volume, maar ik raak zo een beetje van... Ik werd dus wakker. Ja. Ik keek in de spiegel. Ja. En toen zag ik dit. Dit. Ziet u wel? Oh, dit. En nou neem ik aan dat ik ook iets moet zien. Ja, zeker. Maar ik zie niks, mevrouw. Nou ja, lieverd. Ik begrijp dat je me wilt sparen, hoor. Maar kijk nou zelf. Hè? Hier, ik zie echt niks, mevrouw. Het is niets. Ja, precies, dat zeg ik. Het is niet niks. Het is niets, begrijpt u wel? Luister nou, Snoes. En niets of niks. Jij maakt je gewoon sappel om iets wat er helemaal niet is. Ja. Hè? Luister nou gewoon naar mij en deze jonge dame. Hè? Jouw veurhoofdje is zo glad als net gedweild ijs. Alaar, het lijkt de Utrechtse heuvelrug. Nou, weet u wat? Loopt u maar met mij mee. Onze fysiocist weet vast wel raar met die paard. Oh, dat is in ieder geval wat ik Nou ja, dan kan zo gelijk iets aan dat gat in hun hand doen, hè? Ja, waarom heb ik ook niet naar mijn vrienden geluisterd? Alaar, jongen. Leuk hoor, zo'n jong vrouwtje, maar als jij eenmaal getrouwd bent, nou, dan is de lol er snel af, hè. Je neemt je eigen beslissingen niet meer, bent geen baas meer in eigen huis, niet meer over je eigen portemonnee. Waar halen ze die wijsheid toch vandaan, hè? En het was ook trouwens niet mijn idee, het was haar idee, hè, om mee te doen aan deze ridicule quiz. Ja, en waarom, hè? Voor het geld hoeft het niet. Nee, het zou goed zijn voor ons image. Hè? Naar spelletjes spelen tegen echtparen van een andere samenstelling dan wij gewoon zijn. Jezelf verlagen zal ze bedoelen. Hè? Nou ja, goed. We gaan het op. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik had u niet horen binnenkomen, hè? Nee, zoiets had ik al in de gaten. Ah, ja. Nou, ik stond gewoon met mezelf te brabbelen. Ja, had ik ook al in de gaten, ja. Ja, nou ja. Ik zei tegen mijzelf, Alaa, kerel, nu kom jij toch uit een zeer rechtschapen milieu. Oh, nee, dat had ik niet in de gaten. Nee. Dus wat doe jij hier nou in zo'n armetierige tv-studiootje, hè? Om het op te nemen tegen Jan Modaal en, nou ja, laten we zeggen, Jan met de pet, hè? Ja. Ach, maar waar zijn nou toch mijn goede manieren gebleven? Ik heb me helemaal nog niet voorgesteld. Alaa, luchthart, lauwer zijn. Oh, Jan Modaal. Aangenaam kennis te maken. U werkt hier? Nee, ik heb mijn vrouw en mijn eigen opgegeven voor dit quizje. Dit is een nieuw quizje. Ja. Voor twee redenen. Ja. Ja, voor de gein en voor de poen. Ja, nou. Dat zijn dan twee redenen die ik absoluut niet met u deel. Oh, nou ja, vind je het gek, hè? Als je zwemt in het geld en het woord gaar niet in je vocabulaire voorkomt. Pardon? Wat zegt u? Oh, nee, niks. Nou had ik het even tegen mijn eigen. Ah, juist, ja. Meneer de Naaier, wat doet u nou hier? Oh, ja, Jan Modaal hier had een gezellige onderhondje met Jan Hoog in zijn bol. Ach, maar ik had u toch gevraagd te wachten bij de receptie totdat ik terugkwam? Ja, dat klopt, maar ik moest afwateren. Wat staan jullie nou wateren te kijken? Plassen? Oh. Urineren? Meneer Luchthart Lauwersen, ja. Zou u met mij weer naar de kleedkamer willen lopen? Zodra de fysicist klaar is met uw vrouw, dan bent u aan de beurt. Nou, dan kan ik nog wel even wachten. Nou, ik heb toch graag dat u met mij meeloopt, hoor. Het is deze deur door en naar de trap omhoog de eerste deur rechts. U kunt natuurlijk ook op de stem van uw vrouw gaan. En meneer de Naaier, kan ik ervan op aan dat u hier blijft wachten, zodat ik uw vrouw kan gaan halen? Ah, natuurlijk, wijfie. Ja, ik hoop niet dat alles mij komt zoeken, want als die verdwaald kan alleen een brandweeroefening uitkomst bieden. Oh, ik hoop dat alles blijft zitten waar ze zitten, hè. Oh, een bakkie pleur. Daar heb ik wel trek aan. Als je doet wat we hebben afgesproken, kan er niks fout. Ja, maar ik ben bang dat ik bij de eerste vraag al door de mand ga. Nee, helemaal niet. Niemand zal erachter komen dat je verkeerd toiletpapier hebt besteld, Lena. Verkeerd toiletpapier? Ja, niemand zal erachter komen. Wat heb jij het over? Kom, helemaal. Oh, mijn god.
dat heb ik weer. Als Al dit ziet, dan breekt de pleuris uit. Oh mijn god, hoe moet het nou? Jezus. En waar is ze nou dan? Oh mijn god. En ik heb helemaal niks schoons bij me. Misschien heeft die aardappelvreter nog wel wat in zijn trabantje liggen. Arie de naaier! Vervelende eigenheimen die je bent. Ja, al wil je mij niet vergelijken met een aardappel. Hou je mond lelijk op het douchen. Jij sleurt mij mee naar een quizzie. Deze dame vraagt vriendelijk of we even willen wachten. Al, let even niet op en Arie heeft weer de kuilen laten genomen. Ja, weet je, ik had hoge noten. Ja, maar ken mij... Arie de naaier, vies er niet dat je er bent. Ja, Al, ik kon hier helemaal niks aan doen. Ik zag daar een koffie staan en ik denk, ik schenk me er even één in. Er komen twee van die meisjes met heel veel lawaai. Als ik even tussenbij mag komen, zou je met mij willen meelopen naar de kleedkamer? De tijd begint namelijk één te dringen. Loopt u maar met mij mee, hoor. Ah, laat me wel. Ah, Al, omdat de kaart begint te dringen, hoef je mij niet mee te slepen. Meneer de Vrome, ik weet niet of ik hier wel de meest geschikte persoon voor ben, hè? Sjaak, het heeft gewoon zo moeten zijn. In iedere ruimte wat ik zocht, zag ik jou. Dus het lot heeft bepaald, zullen we zeggen. Ja, oké. Maar met wie moet ik dan dat zogenaamde echtpaar vormen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Kees zou voor de vrouwelijke kant. En klaar. Waar heb je die op geduikeld? Ja, van het toilet. Zeg... Moet ik het met haar doen? Ja, vandaag wel, Sjaak. Het is gewoon niet anders. Sjaak, wat doe je nou raar? Wij hebben toch zo'n... Ja, van... natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Hè? Ja, zeker. Wij hebben hard voor de zaak. Hè? En als we op deze niet kunnen inspringen, dan moeten we dat zeker doen. Nou, hè? Ja, ik denk jullie er zo over denken. Het is maar voor een paar uurtjes, hè? Ja, en het is een keer wat anders dan toilet schoonmaken of toilet ontstoppen. Hoezo, wat is daar mis mee? Wees blij hè, dat wij er zijn, want anders zaten jullie met deze riolering hier elke week tot aan je nek toe in de stront. Nou, dat zitten we sowieso wel, als we jou niet snel omtoveren tot de boerenhart. Ja. Of wat dan ook, kom op. Kant. Ja. Oké. Tot zover is het gelukt. Ik was even bang dat het enorm ging opvallen dat ik overal voor zijn voeten liep en dat hij me door had, maar geen goed. En Kate had toch bijna Johanna van het restaurant ook zo ver dat ze wel wilde invallen. Ik kreeg er gewoon hyperventilatie van. Maar ik had snel onder controle. En toen heb ik haar via de receptie op laten roepen dat ze als de wiedewege haar kind met waterpokken van de crèche moest halen. Oh, Lena, wat gemeen van je. Ah, hele goede streek. Ik ben echt helemaal verbaasd. Ja, ik snap zelf ook niet zo goed hoe ik erop kwam eigenlijk. Maar wel goed dat jij nog zei dat jij dat echtpaar had afgebeld. Ik vind het wel een beetje sneu voor ze, hoor. Wat zeiden ze eigenlijk? Ja, nou, die waren niet erg blij natuurlijk. Maar ik heb ze gewoon verteld dat de presentator vanmiddag onverwacht verhinderd was. En dat de opnames daardoor niet door konden gaan. Ah, ja, ja, nou ja, en dat ze volgende week woensdag verwacht worden. Daar zijn er helemaal geen opnames. Ja, maar dat weten zij toch niet, Slimpie? Ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Ja, hè? Nou, ik ben al lang blij dat het vandaag gelukt is om ze hier weg te houden. Ja, eigenlijk veel makkelijker dan dat ik dacht, had ik niet verwacht. Nee, maar we zijn er nog lang. Nee, maar... Echt niet. Wacht even, maar je krijgt nou toch geen twijfeltjes, hè? Nee. Maar wat als ze erachter komen? Dan krijgen wij vast ontslag. Of nog erger. Dan moeten we naar het gevangen natuurlijk, hè? Oké, Lena, luister. Ten eerste krijgen wij geen ontslag. Tegen de tijd dat zij erachter komen wat er aan de hand is, zijn wij al lang voldoen met het geld. En dan zijn wij al lang onderweg naar de Bahama's. Ik heb alles al geregeld. We vliegen vanavond om 10:30. Dus er kan echt helemaal niks misgaan. Het zit daar dus maar even niet onderin, overin. En wat betreft die gevangenis. In plaats van achter de tralies, zit jij morgen lekker in de zon. Vliegen? Maar ik heb nog nooit gevlogen. Voor alles is een eerste keer, hè? Ik denk dat ik vliegangst heb. Ja, maar... Hoe weet je dat nou, hè, als je nog nooit gevlogen hebt, schatje? Omdat ik alleen als ik eraan denk, krijg ik allemaal al van dat kippenvel en ik word er helemaal zo... Oeh! Ja. Bespaar me de details, alsjeblieft, Lena.
Kijk, wij moeten er nu eerst voor zorgen dat we die quiz op een eerlijke manier winnen. Dan hoeven we er helemaal niet van door. Hè? Dus dat is zo simpel als wat. Ik doe mijn best toch? Ja. Ik doe echt mijn best. Oké. Dus, ik heb... daarom heb ik inmiddels de kaartjes met de antwoorden van de quiz gekopieerd. En wel, dat zijn de algemene vragen, dus dat mag geen probleem zijn. De persoonlijke vragen heb ik niet kunnen vinden, Lena. Dus, ja, we kennen elkaar wel een beetje, maar ik heb geen idee wat ze gaan vragen. Dat kan van alles zijn, hè? Gewoontes, dingen van vroeger. Oh, zie je wel, dat kan nooit goed gaan. Lena, nou even rustig, hè? Rustig. Heel goed. Stel nou, hè? Stel dat het multiple choice vragen zijn. Oké. Okay. Wat? Meer keuze. Oh ja. Meer keuze. Stel, hè, dan kunnen we natuurlijk een code afspreken. Oh ja, zo van A is... Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan is B is aan je neus kribbelen. En dan is C aan je hoofd krabbelen. Nee, wacht even, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet eerst aan je neus kriebelen, dan aan je hoofd krabbelen. Dat is echt te veel in het zicht. Ja, weet jij weer beter? Ik kan toch moeilijk aan mijn gat gaan zitten krabbelen? Nee, Lena, lieverd, hè, dat kan natuurlijk niet. Hè. Bij C doen we gewoon niks. Hè, dat is toch ook duidelijk? Ja, als jij dat zegt. Ja, dus hè, bij A hoesten, bij B... Neus kriebelen en C doen we gewoon niks. Ja. Wij moeten gewoon heel erg ons best doen. Ja, en mochten we onverhoopt niet winnen, nou, dan zetten we toch gewoon plan B in werking. Plan B? Hebben we dan een plan B? Nee, maar jij bedenkt vast wel wat. Ja, wel ja, wel ja, wel ja. Sjaki, die bedenkt wel weer een plan B. Lena, ga jij er ook nog wat voor doen? Je kijken hoe ik eruit zie. Het is werkelijk net of ik zo van de boerderij kom. Ja, je bent er anders niks te mooi voor. Dat zeg ik toch ook niet. Maar jij weet altijd alles. Kijk, weet. Is nou echt een echtpaar? Wat blijven jullie nou? Natalie zit op jullie te wachten. Moeten ze trouwens geen andere naam gebruiken? Stel je voor dat iemand ze herkent. Oh, dat is helemaal nog niet zo'n slecht idee. Wacht eens. Lena. Lia. Lia en Klaas. Lia en Klaas van Kampen. Ja, Lia van Kampen en Klaas van Kampen. Oh, ik hoop maar dat het werkt. Die twee passen voor geen meter bij elkaar. Dat ziet elke simpele ziel. Ik heb je toch ook al gezegd dat wij beter hadden kunnen invallen? Wij? Hoezo? Ja, waarom niet? Hè? Het geld is nooit weg en wij passen tenminste bij elkaar. Ja, zo'n rode lap op een stier. Oh, maar keetje duifje. Ik ben geen keetje. Zijn de tortelduifjes weer bezig? Helemaal geen tortelduifje. Alles goed? Ja, ja, ja. Zullen de spanning wel zijn rond het derde echtpaar. Ja, hoe staat het daar nou mee? Goed, goed. Maak je geen zorgen, we hebben alles onder controle. Misschien is het beter dat we jou niet te veel zeggen. Ja. Des te onbevangen stap je straks in. Heb je andere twee echtparen gezien? Ja, en staan we bij straks. Nou, dan weet je in ieder geval om welk echtpaar het gaat. Het is beter zo, denk ik. Ja. Ja, zo'n eerste opname is al spannend genoeg. En daar kun je zo'n akkefietje eigenlijk helemaal niet bij gebruiken. Relax, man. Ook al moet het 100 keer over. Geen punt, toch? Nee. Nee, als het live was geweest, nou, dan had ik mijn kaartjes meteen aan de wilgen gehangen. Mijn kaartjes. Waar zijn mijn kaartjes? Waar zijn mijn kaartjes? Mijn kaartjes! Oh nee, op dat nog! Stresskip. Dan wordt nog een latertje vanavond. Zoek je iets? Hoewel uit van een presentator is er kaartjes met vragen en antwoorden kwijt. Heb je ooit zo'n dappere dodo gezien? Ach man, ze zijn ook allemaal hetzelfde, hè? Vind je ook niet? Wat zeg je? Sorry hoor, ik ben er niet zo bij vandaag. Oh nee, meid. Nou, dat was me nou nog helemaal niet opgevallen. Echt, het helemaal niet. Maar is er iets gebeurd? Ja, dat kun je wel zeggen. Iets ergs? Ja, heel erg. Hoe erg? Heel erg. Ja, in de zin van erg, erg. Mens, wat zeur je nou? Erger was erg, dat kan toch helemaal niet? Nou weet ik het zeker. Vertel maar, wat heeft hij gedaan? Hij heeft aan het mooiste gezeten wat ik bezit. En mishandeld? Ja, behoorlijk oud. Ach, hoe durft hij? Ja, dat zei ik ook. Ik vond hem zo toen ik thuis kwam. Ach, en wat was hij toen? Gesmeerd natuurlijk.
komen, dan zou ik hem... Oh, ik zou hem in de lucht houden. Ach, wat zijn mannen toch? Ratten! Nou, zeg, mag ik je bij deze hartelijk danken voor dit mooie compliment? Nou, dat is toch zeker zo? En hoe kom je tot die conclusie? Ach, kijk nou naar die Nathalie en het komt allemaal door hem. Welke hem? Ja, haar vriend natuurlijk. Nou, dan moet je niet overdrijven. Een klein ruzietje, dat komt in de beste relaties wel een keer voor. Dan ben je nog niet gelijk een rat. Wel, als je niet met je handen van een kind af kan blijven. Wat zeg je nou? Ja, Nathalie een kind? Hij heeft haar kind mishandeld. Ik wist niet eens dat ze een kind had. Hij heeft haar kind mishandeld, zo achtergelaten. Oh, en ze vond hem toen ze thuis kwam. En waar was hij toen? Ja, hem gesmeerd natuurlijk. Dat doen toch alle mannen als het hun te heet wordt onder hun voeten? Nou, dan moet je niet overdrijven. Want je moet toegeven dat het allemaal niet zo fraai is. En ik heb hem al zo hard aangepakt vanochtend. Ik moet het goed maken met Nathalie. Ik moet haar helpen. Ho, ho, Robin Hood. Daar kun je beter even in wachten. Over pakweg 20 minuten beginnen de opnames. Ach, en het kind kan er niet met droge ogen over praten. Het lijkt me beter dat je dat na die tijd doet. Ja, dat is misschien nog niet eens zo'n slecht idee. Ja. Nou, dan ga ik nog even naar het toilet en kijk hoe het met de kandidaat is. Kijk ik hier de boel nog even naar. Trouwens, zijn de kaartjes alweer terecht? Ja. Ja, die lagen gewoon in de kleedkamer, maar dat is heel gek. En ik kan me niet herinneren dat ik ze uit mijn zak heb gehaald. Nou ja, dat zullen de zenuwen wel zijn. Man, ze zijn allemaal hetzelfde. Wat een zo met die natte liet te doen. Ik moet toch iets bedenken om haar een beetje af te vrolijken. Hé, nou ben ik weer hier. Elke keer als ik naar de wc ben geweest, ben ik de weg kwijt. Ja. Oh, het is toch wel van alle daar. De kleine is zo'n studio. Je wordt thuis voor de buis toch aardig nep, denk ik dan, hè? Ik heb me altijd al afgevraagd hoe ze aan die mooie meisjes komen. Zonder ook maar één oneffenheid op hun gezichtje en op hun lijfjes natuurlijk. Maar ja, als je ook kijkt wat voor laag plamuur er op je gesmeerd wordt. Ik kan me eigenlijk bijna niet bewegen, zo'n laag hebben ze erop gezet. Ja. Ja, van die oliebollen op hakken hebben ze mooi die puist weten weg te werken, hè? Ja. Nou, één voordeel. Van mijn aal hebben ze ook wat moois weten te maken. Oh, over aal gesproken. Ik hoop dat ze mij niet eens gaan zoeken. Daar kom ik vandaan. Waar zijn nou die kleedkamers? Nou, gauw daar naartoe voordat aal boos op hem wordt. Arie! Arie? Wat kan die haakneuten nou te zitten? Mevrouw de... Arie! Zo kan u hier echt niet rond. Ja, heb ik geen tijd voor. Ik ben eerst aard gevonden hebben. Ja, echt niet. En wat maakt dat uit hoe ik erbij loop? Zolang ik hier niet spierenkinaki rondloop, is er geen hand die daarna kraait. Dat gaat echt niet. En bovendien, over 19 minuten beginnen de opnames. Weet u wat? Ik zal even vragen of mijn collega uw man wil zoeken. Ja? Nick! Nick, kun je even hier komen? Het moet wel heel belangrijk zijn, wil ik nu nog uit de regiekamer komen. We zijn meneer De Naaier kwijt. Mevrouw denkt dat hij de boel aan het verkennen is. Niet te geloven. En nu wil jij dat ik hem ga zoeken? Ja, ik wil het ook wel doen. Zorg jij dan dat mevrouw in haar jurk komt? Nou, ik dacht nee, ik nee, niet, nee, nee. Ik ga wel even zoeken. Oh, als ik hem in mijn handen krijg, dan zou ik ze vies zullen vastie verbouwen. Ze wat? Die lelijke vissenkop van hem. Nou, dat zou toch zonde zijn? Ach, die oude kop van Arie gaat toch weg, meid? Van dat kwartier werk wat ik erop gehad heb. Jullie mogen hem straks al in een ketting aan dat krukje vastleggen. Want Arie, die heeft geen rust die ze komt. Dat wordt nog een heel kawaai. Zeg, waarom heeft u zich eigenlijk opgegeven voor deze quiz? Ha, je denkt toch niet dat wij ons opgegeven hebben, hè? Dat ik dat gedaan heb? Nee, dat heb Aar gedaan. Kijk, die zag jullie aankondiging op de tv en vanzelf met het prijzengeld. Nou, toen kreeg hij echt dolle tekens in zijn ogen, hè? Nou, en toen zei hij, ah, want toen zag hij dat het over echtparen ging en wat ze van elkaar wisten. En toen zei hij, nou, Aal, ik ken jou van boven naar beneden, van binnen naar buiten, van voor naar achteren. Ik ga ons opgeven. Ja, nooit weer aan gedacht, totdat jullie invitatie voor de voorrondes op de mat lag, hè? En hoe bent u daar in hemelsnaam doorgekomen? Ah, nou, dat was heel eenvoudig, meisje. Het waren makkelijke vragen die zelfs Arie wist. Nou ja, en wat we niet wisten, hebben we afgekeken. Pas na het persoonlijk gesprekje waren ze van ons gecharmeerd, heb ik zo het idee. Zeg, Tas, heb jij meneer De Naaier ook gezien? Nee, maar wel een hysterische nik die me zo wat overliep. Ja, die is meneer De Naaier aan het zoeken. Nou, als ik die haringsnuiver in mijn handen krijg, hè? Rustig, denkt u een beetje? Arie De Naaier, lelijke vissenkop dat je er bent.
Als jij bonje met mij wil, mannetje, dan moet je vooral zo doorgaan. Ja, oh, maar ik kan er niks aan doen. Elke keer als ik moet plassen, ben ik de weg kwijt hier. Oh. Het staat ook nergens duidelijk aangegeven. Oh, gaat u even mee naar de kleedkamer? We moeten nog voorzien van een microfoon en een zender. Oh, kennen jullie Arie daar ook mee opsporen als hij weer de naging krijgt om te gaan wandelen? Helaas niet, mevrouw, maar ik geloof ook niet meer dat meneer de behoefte krijgt. Oh, nee? Ha, als jullie dat willen, hè, dan laat ik het gewoon hier lopen, hoor. Als je toch geen probleem. Laat, jongen. Hé, hey, time-out. Kom op. Ga even mee naar de kleedkamer. We hebben nog maar een paar minuten. Nou, kom, Ar. Natasja, gaat het weer een beetje met je? Nou, dat is in de kwartiertijd echt niet veranderd, hoor. Nou, maar als er iets voor je kan doen, moet je het zeggen, hoor. Ja. Er is eigenlijk wel één ding. Oh ja? Vertel. Voorlopig daar nou niet weer over beginnen tot na de opnames. Vanavond als ik thuis kom, dan zal ik hem eens even flink de waarheid vertellen. Als hij thuis is tenminste, die scheidt het. Volgens mij is hij bij zijn vriendin blijven slapen. Oh, maar die weet ik ook wel te wonen. Dat zo gemakkelijk komt hij niet van mij af. Wat mij betreft mag hij daar wel blijven ook. Maar ja, zo makkelijk kom ik niet van hem af, hè. We hebben nou eenmaal iets wat ons bindt. Is toch ongelooflijk? Ach, kerels, hebben ze dan helemaal geen gevoel in hun falie? Varkens zijn het! Nou, mag ik je dan opnieuw hartelijk danken voor dit compliment? Eerst zijn we ratten, nou zijn we weer varkens. Met welke dieren zijn we nog meer te vergelijken, denk je? Jullie zijn zo dom als een ezel. Zo doof als een kwartel, zo blind als een mol, zo koud als een kikker. En dat is de waarheid als een koek. Ja, en jullie maken van een mug een olifant. Oh ja, vind je dat, meneertje? En als ik jou nou vertel dat die vriend van Nathalie, die haar kind heeft mishandeld, nu naar zijn vriendinnetje toe rent, wat heb je daar nog op te zeggen dan? Ja, nou, dat het verschrikkelijk is natuurlijk, maar dat wil nog niet zeggen dat allemaal hetzelfde zijn. Oh nee, noem jij de dammen één die anders is. En zeker als het om vrouwen gaat. Wat dacht je van mij? Laat me toch niet lachen, man. Denk je dat ik niet zie hoe debiel jij je gedraagt als Nathalie in de buurt is? Man, het kwel staat af en toe op je lippen. Ik vat het zo op, man. Ja. Nou, maar ik wist niet beter of dat Nathalie vrijgezel was, dus daar was helemaal niks mis mee. Dat is dan ook wel niet zo, maar jij begrijpt heel goed wat ik bedoel. Nou, eigenlijk niet. Ach, zeg maar. Maar... Je hebt me wel op een leuk ideetje gebracht, Natasja. Oh ja, goed, hè? Nee, dat zeg ik niet. Maar het heeft in ieder geval met die belachelijke vergelijkingen van je te maken. Oh, dat dat zo opvalt. Heb ik echt nooit geweten. Waar moet ik echt op gaan letten? Ja, en hoe erg ik het ook vind voor Nathalie. Ja, ik zou het niet erg vinden als het uitging. Dan kon ik maar een keer de moed bijeenrapen om haar mee uit te vragen. Ja... Ik ben ook zo'n scheidlijster. Moet je mij horen. Begin ik mezelf met dieren te vergelijken. De eerste. Is dit de beste plek voor mijn kindje? Ja, ik denk dat dit de beste plek is. Nou ja, het is best belangrijk, hè, dat ik een beetje het beste in beeld heb. Ja, het is de leukste thuis niet, hoor. Oh, dat is een goede Dat mens, dat werkt op de zenuwen. Ja, sorry, meneer de presentator. Ik zal het proberen in te houden. Maar ze vraagt erom, hè. Nou ja, ik vraag er zeker helemaal nergens om. Hartje, laat ja. Wel maar, hè. Ze proberen je gewoon uit je concentratie te halen, hè. Laat je nog niet opfukken, nee. Hè. Dat is gewoon hun tactiek. Probeer er nou gewoon niet naar te luisteren. Nick, heb je iedereen in beeld? Bijna. Alleen mevrouw Van Kappel valt er soms een beetje buiten. Wil meneer en mevrouw Van Kappel een beetje opschuiven naar rechts? Nu dan? Ja, zo is goed. Proefshotje doen. Okido. Oké, mensen, even goed opletten. We gaan dadelijk beginnen. En dan gaan we eerst even wat testjes doen met de camera en de microfoons. Elke keer voordat de camera gaat draaien, zal Kate aftellen vanaf 5. Maar vanaf 3 zegt ze niks meer, laat ze alleen maar de vingers zien. Als de hand naar beneden gaat, dan draaien de camera's. Dat is te zien aan de rode lampen. Dan volgt er even een applaus. En als iedereen dan even luid en duidelijk zijn of haar naam wil zeggen, dan beginnen we bij u, meneer Luchtvaartlauwersheim. En dan zo het rijtje af. Ja? Nou. Zijn we er klaar voor? Ja. Gaat u hoor, allemaal. Ja, en in 5, 4.
De naam is Alain Luchthart Lauwersheim. Mijn naam is Beatrice Katelijne Maria Magdalena Luchthart Lauwersheim van Grunningen. Mijn naam is Arie de Naaier. Mijn naam is Ali de Naaier. Mijn naam is Klaas van Kampen. En mijn naam is Stop van... maar. Nick, alles erop? Alles onder controle hier. Wat mij betreft kunnen we gaan draaien. Okay. Oh, Alex, wacht even. Nathalie wilde mijn kind nog even checken. Goed, mensen, dan gaat het nu echt bijna beginnen. Het eerste shot, dat zal zeg maar de introductie zijn. Dan doe ik even het intro en dan kom ik even bij u staan en dan ga ik u een paar persoonlijke vragen stellen, zodat de mensen thuis u allemaal wat beter leren kennen. Oh, spannend. Ja, dat wou ik net zeggen, dat ik het zo spannend vond. Geef niks hoor, schatje. Gewoon rustig doorademen, hè? Lief in de camera kijken, mij het woord laten doen, komt alles goed. Ja, modepopje, je moet naar je man luisteren, hè? En dan met je kop uit het lichaam, hè? Vanwege die megapaars natuurlijk. Ja, geitje natuurlijk, hè? Dat moet toch kunnen? We zijn hier toch ook een beetje om plezier te maken vandaag? Toch? Als meneer de Naaier denkt dat ik hier ben voor een beetje plezier, dan heeft hij het wel mis, hoor. Alain. Meneer de Naaier staat vlak naast je zus, dus je kan het tegen hem zelf zeggen. En uw zus ben ik al helemaal niet. Nee, dat weet ik wel zeker, ja. Nou, dit kan nog heel gezellig worden, Sjakel. Ja, Klaas. Ja. Stil nou maar, hè. Des te minder staan wij hem in het spotlicht. Laat ze maar lekker op elkaar fitten. Hè? Ja, maar ik ben zo bang dat ik allemaal stomme dingen ga zeggen. Dat ik ga stotteren en zo. Dat doe ik ook als ik zenuwachtig ben. Hè? Jawel, ja, maar daarom juist. Voor de zoveelste keer, ik praat en jij staat ernaast. Ja? Gaat dat lukken, schat? Dat is het enige wat je moet doen. Hè? Zeg! Gaan jullie nog even een beslissing nemen? Beslissing? Hoe bedoelt u? Ja, heet je nou Sjaak of heet je Klaas? Kijk, mij maakt het niet zoveel uit, hè? Maar de kijkers thuis en meneer de presentator zouden wel enige duidelijkheid willen. Ja, mijn naam is dus Klaas. Marlena noemt me altijd Sjaakie. Dat is een soort koosnaampje, zeg maar. Oh. Ja. En... Lena is Lia of Lia is Lena? Nou, ze heet eigenlijk Lia, maar ik noem haar eigenlijk altijd Lena. Vanwege onze dochter Lotje, dat ze leerde lopen. Je weet wel, van Lena leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan. Ja. Het is Lintje. Oh, nou kijk, het maakt mij dus helemaal niet uit, hè. Maar voor de kijkers thuis... En voor meneer de presentator hier is enige duidelijkheid geboden. En... Dank u wel, mevrouw de Naaier, dat u ook aan mij denkt. Heel graag. Ja, ik help graag ja, mensen. Weet je wat het is, hè, met Alain? Als ze iemand kan helpen, hè, dan zal ze dat zeker niet laten. Hè. Zo is Al echt. Hè. Daar heb ik dus zo'n hekel aan, hè, ongevraagd hulp krijgen. Nou, er zijn mensen die ik niet zou helpen, hoor. Al gingen ze op hun kop staan. Hé, hey, natte Ali, ik heb een geweldig idee voor jou. Echt, een gat in de markt. Ja, dat is dagcrème voor chagrijnige gezichten. Hoezo? Staat je gezicht mij niet aan? Of oh, zo? Natuurlijk, wijfje, maar ik heb wel een gezicht voor me. Misschien moet u zelf eens in de spiegel kijken, mensen, meneer. Mensen, laten we het nog eventjes gezellig houden, ja? We zijn er klaar voor jullie. Oké dan, kom op, let's do it, mensen. Ja. Kijk, tel maar aan. Daar gaan we. Ja, en allemaal erop gelet. In 5, 4... Goedenavond, dames en heren, en welkom bij de allereerste aflevering van Spot Uit, Licht Aan. Eens bliksplinter nieuwe quiz die geheel in het teken staat van echtparen. Hoe goed kennen ze elkaar? Wat weten ze van elkaar? En hoe goed kunnen ze samenwerken? 3 echtparen uit verschillende segmenten van de samenleving, om het zo maar even te zeggen, gaan het tegen elkaar opnemen. En over een klein uurtje zullen we weten wie er met deze koffer met 50.000 euro naar huis zal gaan. Maar voordat het zover is, gaan we de kandidaten natuurlijk even aan u voorstellen. Loopt u even mee? Meneer! Zal ik bij u even het spits afbijten? Stelt u zichzelf maar even voor.
De naam is Alain Luchthart Laursen. Ah, en kunt u nog wat meer over uzelf vertellen? 68 jaar, woonachtig te Wassenaar, voorheen directeur van de Sparma Bank en sinds 3 jaar pensionaris. Hobby's? Uiteraard. Ik ga graag reizen, voornamelijk om te duiken. Ik spaar postzegels. En ik ga verdraaid graag golven, ja. Golf is knikkeren voor rake mensen die geen zin hebben om te bukken. Zijn dat dan postzegels uit Nederland of van over de hele wereld? Nee, gestempelde exemplaren uit de gehele wereld. Ja. En dan naast u staat uiteraard uw vrouw. Ja. Stelt u zichzelf maar even voor. Ja. Mijn naam is Beatrice Katelijne Maria Magdalena Luchtablauw zijn van Gunningen. 30 jaar jong. En 13 jaar getrouwd met deze kanjer hier. Nou, je hebt de vaderkinderwijze. Ja. Ik heb geen baan, maar ik draag zorg voor Jimmy, onze 2-jarige Persische langhaar. Ja, en het is een schatje, maar zo bewerkelijk. Ik ben er echt de hele dag mee bezig. Nou, dan heb ik natuurlijk nog hobby's. De beauty van de lotus. Ik ben voorzitter. Dank u wel. Ik moet u onderbreken. We gaan gauw door naar ons tweede echtpaar. En ik wens u heel veel succes. Ja, dank u wel. Dan zijn we bij ons tweede. Ja. Dan zijn we bij ons tweede echtpaar. En wie van u mag ik als eerste het woord geven? Ja, dames gaan voor. Oh ja. Nou, mijn naam is Ali de Naaier. Ik ben 50 jaar. Ik woon in Amsterdam en ik ben moeder van 7 kinderen. Heeft u ook hobby's? Ja, nou, eigenlijk heb ik daar geen tijd voor. Ik help Arie regelmatig op de markt. Maar als ik dan even tijd heb, dan loop ik graag langs de grachten. Hè. Dat vind ik al heel mooi. Daar kan ik me zeker wat bij voorstellen. Ja. En naast u staat dan uiteraard... Ja, man, dag! Ja, dan heb je gauw achter in de gaten. Ja, volgens mij bent u altijd wel voor een geitje geworden. Ja, natuurlijk. Stelt u zichzelf maar even voor. Ja, is goed. Ik ben Arie de Naaier. Ik ben 54 jaar en ik sta 6 dagen van de week op de markt. Oh, nou, dat had ik wel gedacht, ja. Ga jij toch met je poes spelen, jij? En wat verkoopt u daar zoal? Vis! Ah. Voornamelijk dood. Dus voor een lekker haringje moet ik bij u zijn. Oh, nee. Daar is Al hartstikke allergisch voor, hè. Daar krijgt ze bulten van en ontzettend veel jeuk. Ja, die hebben we uit de collectie gegooid, om zomaar even te zeggen, ja. Erg vervelend natuurlijk. En heeft u verder nog hobby's? Nou, ik heb eigenlijk geen tijd, maar ik mag heel graag even na afloop van de markt met mijn vrienden een piketanisje drinken, hè. In de kroeg en een kaartje leggen. Dus als u dat onder een hobby verstaat, en ja. Nou ja, wat u wilt, meneer, wat u wilt. En ook u bent uiteraard vader van 7 kinderen. Nou, daar zijn de meningen nog wel van 6 ben ik vrij zeker, maar van die laatste. Ja, grapje. Meneer, stelt u zichzelf maar even voor. Wij zijn Klaas en Lia van Kampen. Ah, en waar komt u vandaan? Wij komen uit Persingen, dat ligt in de Ooipolder bij Nijmegen. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, is dat een klein dorp? Dat is inderdaad een heel klein dorp, dat heb ik zelf opgezocht op de Wikipedia. Wat oefent u van beroep uit? Ik ben dus houthakker en mijn vrouw is houthakkerin. En wat doet u zoal in uw vrije tijd? Nou ja, als houthakkers zijn, hebben wij niet zo heel veel vrije tijd natuurlijk. Maar ik mag graag de leesmap lezen. En Lia die maakt graag kruiswoordpuzzels. Huh? Ik wens ook u allebei heel veel succes. En dan we snel gaan beginnen met de eerste ronde. En stop maar even. Hij komt eraf. Ja, staan we erop. Ja, dat wel. Maar er wordt nog een hele lastige dobber vanavond, jongen. Ja, die Luchthart en die Naaier, die kunnen elkaar niet uitstaan. Oh, en Lena staat volgens mij op instorten. Ja. Ze mogen nog geen beding achterkomen dat het collega's van ons zijn. Hè? Ik doe mijn best. Weet je wat? Ik ga wel even een oefenrondje met ze doen. Dan krijgt ze een beetje door hoe het werkt. En misschien dat Lena dan weer ontspant als ze doorheeft dat het allemaal niet zo moeilijk is. Dat is een goed idee, jongen. Ja. Nou, ik ga weer terug. Okay.
Nou, volgens de regisseur staat het er allemaal hartstikke goed op. Maar voordat we beginnen met de eerste ronde, gaan we even een oefenrondje doen. Je krijgt helemaal door hoe het een beetje werkt. Ik ga u een vraag stellen en u moet dan op het bordje voor u schrijven. En als ik u dan vraag om het bord om te draaien, of u dat dan wilt doen. Nog vragen? Mag ik de missie nog even tussenuit piepen? Wat nou weer dan? Ik heb hoge nood. Je bent een half uur geleden nog geweest, Aard. Ja, maar weet je wat het is, hè? Als ik mot, dan mot ik. Je hebt 5 minuten, meneer, daarna, hè? Ja, ik moet eigenlijk ook wel nodig. Kom met jullie van alle twee met een gemeen van de plas. Niet te geloven. Niet te geloven. Alles wat er mis kan gaan, dat gaat ook mis vandaag. Wat zou me niks verbazen als straks mijn telefoon gaat en dat ze bellen tot mijn huis. Ja, hoi, man. Ja, zeg, dat is toch niet normaal wat hij me nou geflikt heeft, of wel dan? Het kan me niet schelen wat hij tegen jou gezegd heeft. Ik ben er helemaal klaar mee. Over en uit. Het is hij eruit of ik eruit. Nee, ik moet nu aan het werk. Ik moet weer verder. Oh, en het wordt wat later vandaag, want het loopt hier allemaal zo gigantisch uit. Ja. Dag, mam. God, maar waar blijven die kandidaten nou? Dat is echt niet wat voor meneer de Naaier. Ik heb jullie niet gewaarschuwd, heb, hè? Ik zeg nog, leg hem aan de ketting. Maar nee, niet luisteren naar Ali. Kijk, en Arkom Vosten zit er op het privaat. En pas na een half uur, dan schreeuwt hij om hulp. Ja, maar dat was niet mijn schuld, hè? Dat was Lia haar schuld, hè? Ze wilde niemand roepen omdat ze bang was dat haar slot vernield zou worden, hè? Ja, de mens is van lotje getikt. Haar slot nog. Ja, moet je niet zo druk maken, Aar. Ja, en ging ze eindelijk iemand roepen, was die conciërge natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen. Het is maar goed dat Jan met de pek een beetje handig is en die heeft mij weten te bevrijden. Anders had ik er morgenochtend nog gezeten. Nou, ik moet zeggen dat het wel heerlijk rustig was zo. Hé, hey, horen jullie dat ook? Wat? Het geluid van zure druiven. Ja. Meneer René. Ik zou nu bij vooral geen zure druiven noemen. Oh nee, maar wat had jij dan in gedacht, hè? Zuurbruin. Sorry. Nee, werkelijk, meneer René. Ik zou het zeer op prijs stellen, hè, wanneer ik bij voortduring op mijn vrouw gemunt zou hebben. Nee, nou, dit is wel leuk, ja, maar dan moet zij ons niet voortdurend behandelen als een stelletje armoedzaaiers. Nee. Weet u wat dit is, hè, mevrouw? Zelfs de armste koe, die heeft een leren jas. En bovendien, wat zegt geld nou helemaal? Oh, ik ga niet eens proberen om u dat uit te leggen, nee. Oh, horen jullie nou, hè? Wie begint er nou als eerste, hè? Weet u wat dit is, mevrouw? Geld is net vet. Er is genoeg van, maar het zit altijd op de verkeerde plaatsen. Mensen, mensen, we moeten nu echt verder. Intussen lopen we 1,5 uur achter op schema. Iedereen staat weer achter de desk. Alex, ben jij er ook weer klaar voor? Dan ga ik achter mijn knopjes zitten. En daarna stuur ik Kate deze kant op. Het ligt hier zo in bovenop, hè? Daar hebben we wel meer mensen last van. Misschien wel, en dan ga even een oefenrondje doen. Ga ik een paar vragen stellen, zodat u het allemaal wat beter in de vingers krijgt. Nou, wacht maar dat ik jou in je vingers krijg. De vraag is dus... Met welk dier zou u uw echtgenoot willen vergelijken? Een varken! Dank u wel, mevrouw de Naaier. Mijn volgende vraag was dus geweest of u het even op het bordje voor u wil schrijven en dat pas omdraaien als ik u dat vraag. Maar als de overige kandidaten dat dan even willen doen, misschien dat u even kan uitleggen hoe u tot uw antwoord gekomen bent. Ja, nou kijk, hij steekt overal zijn neus in, hij vreet alles wat los en vast zit en hij kan ongelooflijk stinken. Dank.
dat is dus de bedoeling deze eerste ronde. Meneer de Nijer, wat is uw antwoord? Kip! Hoezo, Kip? Mevrouw de Nijer, dat is mijn tekst. Sorry, meneer de presentator, ik ben even met mijn man in gesprek. Hoezo, Kip? Nou, van een kale kip kun je niet plukken. Je loopt rond als een kip zonder kop. Je loopt rond als een kip die zijn aard niet kwijt kan. En bovendien beter één kip in de lucht dan 10 op het land. Dank u wel, meneer de Nijer, voor deze uitleg. Mevrouw Lucht Lauwe zijn. Wat is uw antwoord? Een haan. Oh, dan moet je uitkijken dat jouw haan niet met mijn kip met je zou u uw antwoord nog wat kunnen toelichten? Een haan kruit altijd het hardst op zijn eigen mesthoop. Aha! Ja, en meneer Luchtlaat Lauwersheim? Een pauw. Een pauw? En ja. Waarom? Een pauw pronkt ook graag met zichzelf. Maar dat mag u ook, want dat is een heel fraai exemplaar van een vogel. Ja, prachtig. En meneer Van Kampen, wat is uw antwoord? Vis. Vis. En een specifieke vis? Nee hoor, elke vis die doet zijn mond open, er komt alleen maar lucht uit. Dus net als mijn vrouw. Juist. En mevrouw Van Kampen, wat is uw antwoord? Vos. Vos, en waarom? En vos verliest wel zijn haar, maar niet zijn streken. Prachtig. Dat is dus de bedoeling van de eerste ronde. Alleen ga ik dan de heren vragen om even de koptelefoons op te doen en de blinddoek voor. En dan gaan we de dames de eerste vraag stellen. En dan daarna draaien we het om. Is dat duidelijk voor iedereen? Zijn er nog vragen? Ja, is er nog pauze? Er stond voor na de tweede ronde een kleine pauze gepland. Omdat we al zoveel uitlopen, wouden we die even overslaan. Maar waarom vraag je dat? Nou ja, stel hè. Stel nou dat er nog iemand moet urineren. Heb jij de koude pies of zo? Nee, ik vraag het gewoon voor die zekerheid al. We beginnen wel gewoon en dan zien we wel hoe het loopt. Ja? Nick, ben je ook zover? Yep, het wacht is op jullie. Kate, en daar gaan we dan weer. Ja, en daar gaan we. In 5, 4. En de eerste ronde is de persoonlijke vragenronde. Ik zou de heren willen vragen om even de koptelefoons op te zetten en de blinddoeken voor te doen. Ja, jongens, we gaan maar. Zo. En als het goed is, kunnen de heren mij nu niet meer horen of zien. Hartstikke mooi. Dames, opgelet. Hier komt de eerste vraag. Wat is de allereerste zin die uw echtgenoot tegen u gezegd heeft? Schrijft u het antwoord op het bordje voor u en draai dat pas om als ik het u vraag. Dus de allereerste zin die uw man tegen u gezegd heeft. Mevrouw Lauwersheim, ik ga bij u beginnen. Als u zover bent, mag u uw bordje omdraaien. Waar zijn je papa en je mama? Waar zijn je papa en je mama? Dat is niet echt de meest romantische zin. Nou, voor haar waarschijnlijk wel, hè? Nou ja, kijk, ziet u, ik liep huilend rond in de bijenkorf. Omdat ik mijn papa en mijn mama kwijt was. En daar was Allah. Hing wat rond met zijn studievrienden. En die heeft zich over mij ontfermd. Hij was dus een soort van reddende engel. Nou, inderdaad, ja. Ja. Nou ja, en van het een kwam het ander. Hij ging met mijn ouders mee op vakantie. We hebben nader kennis gemaakt. Nou ja, u begrijpt. Ja, dank u wel, mevrouw Luchtard Lauwersheim, voor dit antwoord. We gaan gauw door naar onze tweede kandidaat. Mevrouw de Nijer, wat is uw antwoord? Vet eten is goed voor de lijn. Je ziet hem dan beter. Nou, dan heeft hij goed naar u geluisterd. Ja, kijk. Ik was met een vriendin bij de snackbar om even wat te halen. God, hoe heet de snackbar ook alweer? Ik ben het vergeten. Ja. Het ligt op het puntje van de tong. Mevrouw de Nijer, ik denk niet dat de naam van heel groot belang is. Jawel, ik word er altijd heel onrustig van, weet je.
Nou ja, wij stonden daar dus om iets te bestellen en vanzelfsprekend kwam onze lijn te sprake. En toen stond Arie achter ons en toen zei hij het, hè, en het kwam er zo lief uit. Dank u wel, mevrouw de Nijen. We moeten echt door naar onze derde kandidaat, mevrouw van Kampen. Wat was de eerste zin die uw man tegen u zei? Het was eigenlijk meer roepen wat hij deed. Oh, maar dat telt ook. Het toiletpapier is op! Het toiletpapier is op. Het zijn nou alle drie niet echt zinnen die je verwacht bij een eerste ontmoeting. Kunt u uw antwoord wat toelichten? Ja, kijk, dat komt zo, Sjaak, Klaas, die werkte hier net en toen dank u wel, mevrouw van Kampen, ik krijg een seintje dat we gauw door moeten. En stop maar even. Ja, dat wel, maar hou Lena een beetje in de gaten, man. Van de zenuwen vergeet ze gewoon wat we afgesproken hebben. Vraag er nou niet te veel. Ik doe mijn best. Ja, ik ga zo op in die quiz dat ik gewoon vergeet dat het geen echt echtpaar is. Ja, en dan heb je ook nog die twee Keno's die constant elkaar in de haren zitten. Ja, en dan had meneer de Nijen gelukkig nou nog een koptelefoon. Oh, probeer het een beetje in de hand te houden, Alex. Anders moet ik ingrijpen en moet alles over. Hey, let wat meer op mij. Ik hou Lena voor je in de gaten. Goed? Okay. Ja, er moet geen probleem zijn. Hè? Slaat dat nou weer op. Laat hem toch, hij is niet wijs. Nee. No. Nathalie, er staat een manspersoon bij de receptie. Ach, ik heb geprobeerd hem af te winkelen. Maar hij houdt voet bij stuk. Als jij niet naar hem toe gaat, gaat hij niet zo lang op zoek. Is die nou helemaal jou van de bok verhukt? Wat een arm kind, wat een toestand. Nou, kom, hè. Alsjeblieft, laten we verder gaan. Want het loopt alleen maar meer uit. Hè? En anders moeten we hier alleen maar blijven slapen. Ja. En dat kan ook niet. Wat is er al? Je ziet gewoon de binnenkant van je ogen te bekijken. Ja, vind je het gek als je een half uur lang met een koptelefoon en een blinddoende Radio Oranje moet luisteren? Oh, dat draait toch niet zo, man. Ik moet zeggen dat ik het wel even lekker rustig vond. Wat moet jij je nou weer helemaal mee? Ik zeg het alleen maar even. Ja. Zullen we weer verder gaan dan? Hebben jullie het zover, meneer de Nijen? Ja. Blinddoek voor. Oh. Koptelefoon op alsjeblieft. Ja, en daar gaan we weer. In 5, 4. Alle drie de dames hebben hun antwoord gegeven en toegelicht. Dus het wordt hoog tijd om de mannen er weer bij te halen. Mevrouw Lauwersheim, zou u zo vriendelijk willen zijn uw mannen weer bij te halen? Kom maar, schatje. Ja. Ik dacht even dat jullie mij vergeten waren. Och, lieve schat, hoe zou ik jou kunnen vergeten? Ja. Meneer Luchthard Lauwersheim. Nou, zeg maar gewoon dubbele L. Hè. Ja. Hoe vaker ik die naam hoor, hoe langer dat wordt. Afgesproken, meneer dubbel L. Ja. Wij hebben zojuist uw vrouw de vraag gesteld wat de eerste woorden waren die u tegen haar gezegd heeft. Hoi, de eerste woorden zegt u. Nou, daar moet ik even over nadenken, zeg, dat is al een hele tijd geleden. Ja. Nou, het zal zoiets geweest zijn in de trant van, oké, neem ik je wel een keer mee uit eten. Ja. Dat klinkt nou ook niet heel romantisch. Ja, nou ja, kijk, ziet u, mijn echtgenote maakte mij al langere tijd avances, hè, maar gezien het leeftijdsverschil en mijn vriendschap met haar ouders, ging ik daar niet al te veel op in. Hè, totdat mijn vrienden zeiden dat een jonge vrouw erg cool is, en om een beetje van het gezeur af te zijn, heb ik mij toegestemd. Ja, iets waar ik tot nog toe geen spijt van heb gehad, nee. Tot op de dag van vandaag niet. Bijzonder. Ja, helaas, mevrouw heeft een ander antwoord gegeven, dus ik kan hier geen punten voor geven. O ja, Smoes, wat heb jij dan gezegd? Waar zijn je papa en je mama van die keer in de bijenkorf, oelewapper? Ja zeg, hoe oud was jij toen? 6? 4. Dat doet niets ter zake. Het was het eerste zinnetje wat je tegen me zei. Alar, daar ging het om in deze vraag, nietwaar? Ja, kunnen wij niet een andere vraag krijgen? Hij heeft het blijkbaar gewoon niet begrepen. Ja, op je blauwe ogen zeker. Echt op, maar. Mevrouw de Nijden, dit kan echt niet. Nee. Kate,
Mevrouw de Naaier, mevrouw Luchtert Lauwenzijn, willen we dit voor middernacht op de tape hebben, zult u moeten ophouden. Ja, heel graag, want wij staan echt op tijd. Nou, als mevrouw Kaken onze eigen hier even een poosje stil wil houden, dan komt het allemaal goed, wijfie. Mevrouw Kakenbond, wie werd er nu net met een kip vergeleken? Dames, hè? Dames, alsjeblieft. Aan mij zal het niet liggen. Kunnen we weer? Ja, draai met die hap. Nou. Oh, ja. Wat? Ik weet het weer. Wat? Henkie's hap. Henkie's hap? Die snackbar waar ik niet op kon komen. Dat was Henkie's hap. Oh, fijn. Nou, daar gaan we weer hoor. In 5, 4... Mevrouw de Naaier, zou u zo vriendelijk willen zijn uw man er weer bij te halen? Arie! Oh! Kijk me toch hard aan wat je doet! Meneer de Naaier, wij hebben uw vrouw de vraag gesteld wat de eerste woorden waren die u tegen haar gezegd heeft. Oh, dit is heel makkelijk. Ja, je ogen zijn net de Middellandse Zee. Niet zo blauw, maar wel zo waterig. Jawel hoor, dat heb ik wel gezegd. Dat was die eerste keer bij de bioscoop. Wij hebben elkaar voor het eerst gezien bij Henkie's hap. Oh, dat was waar ook. Dat was met Trudy. En dat heb jij tegen haar gezegd? Ja. Tegen mij heb je nog nooit zoiets romantisch gezegd. Ah, maar ik was toen nog heel jong. Ik wist toen helemaal niet beter. Helaas, ook hier geen punten. We gaan gauw door naar de derde echtpaar. Mevrouw van Kampen, zou u zo vriendelijk willen zijn om uw man er weer bij te gaan halen? Ja. Zo, meneer van Kampen. Nick, momentje trouwens. Heb je even 5 minuutjes? Ja, want... Even pauze, ik ga even kijken hoe het bij Nathalie is. Ja, oké. Okay? Ja hoor. Even met je mee zijn met de kandidaat niet. Nou, neem. Gaat het met je? Ach, stomme vraag. Was hij dat? Het wordt steeds erger. Nou heeft hij hem ook nog weggebracht. Zonder mijn toestemming. Allemaal aan de hand. Het gaat helemaal fout. Ja, had ik daar nooit naar jou geluisterd. Mensen, blijven u. We hebben even 5 minuutjes pauze. Neemt u gerust wat drinken. Ja. Maar blijf u vooral in de studio. We gaan echt zo weer verder. Ik ben even bij gezegd, Alex. Stresskie. Ja, maar, lieve, wat is er allemaal aan de hand? Waarom duurt het allemaal zo lang? Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat er iets met Nathalie is. Ja, en die twee mutsen zitten elkaar voortdurend in de haren. Ik heb al een paar keer vriendelijk gevraagd of ze even op willen houden, omdat wij ergens om 8:30 moeten zijn. Maar je hebt toch niet gezegd waar, hè? Nee, zo stom ben ik toch ook weer niet. Oké. Maar dat is goed, maar je hebt wel gelijk. Dit loopt helemaal niet zoals gepland. Nee, dit gaat helemaal mis, hè? Ja, even rustig. Nou, Lena, nou even niet zo mekkeren. Ik ben bezig met plan B. Ja, nou, daar hebben we wat aan, hoor. Ja, lieve schat, als jij het beter weet, mag je het rustig zeggen, hè? Ik weet alleen dat die anderen nog geen punt met de eerste vraag verdiend hebben. Lena, dat is het. Je bent grandioos, schat. Ja? Dus wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat wij wel onze eerste punt gaan binnenhalen. He? Dan moet je toch eerst het antwoord weten, Slimpie. Ja, maar dat ga jij me toch geven, schatje. Dat is toch vals spelen? Sst. We moeten toch wel een beetje vals spelen, want anders winnen we nooit. Ik heb toch ook niet voor niks die kaartjes gekopieerd en zo? Ach, lieve Lena, hè? Ik weet dat het nou niet zo goed voelt als je, hè, met dat vals spelen en zo. Maar ik weet zeker dat je er heel anders over denkt als je morgen op het strand ligt in je badpak. Dat gaat niet. Hoezo niet? Ik heb een bikini. Oké, ook goed. Maar je moet me nu eerst het antwoord geven wat je op je bordje hebt geschreven. De luchtverfrisser is op. Oké, de
Ja, of was dat nou toiletverfrisser? Ja, luchtverfrisser, toiletverfrisser, dat maakt niet zoveel uit. Oké. Ik ben blij dat je me het antwoord hebt gegeven, want ik was echt nooit opgekomen. Oké. Verman je nou een beetje, hè, lieve schat? Het eerste punt is bijna binnen. Oh, ik doe mijn best, Sjaak. Ik doe echt mijn best. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie zijn toch niet aan het valspelen of zo? Hè? Ja, die vliegen gaat niet door, hè? Op, dan neem je toch even nieuwe. Of zit je in het gips soms? De vlieger gaat niet op en niet door. Zeg, waar haal jij die wijsheid vandaan, hè? Heb je papa je Nederlands laten studeren of zo? Meneer de Naaier, iedere Nederlander hoort toch een beetje beschaafd algemeen Nederlands te spreken, nietwaar? Ja, luister eens even, vrouw Rolle. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Maar dat betekent niet dat je niet gelukkig kan zijn zonder geld. En wie heeft het nu weer over geluk, mevrouw? Ik! Ben je doof soms? Dans, alsjeblieft. Hier, kijk, en zo gaat het nou de hele tijd. Ja, oké, dit is echt niet normaal meer. Ik ben echt bang als dit zo doorgaat dat we het geld moeten stelen. Wat zeg je nou? Lena, gaat het wel goed met jou? Nee. Volgens mij komt het allemaal door die echtgenoot van haar, hè? Ja, die zegt allemaal dingen waar ze van door oversturen. Ja. Oh. Als ik nou nog een... Kom, we brengen haar even naar de kleedkamer. Ja, alarm. Oh, die arme vrouw. Ja, ik had veel liever gehad dat die haar daar tegen de vlakte was gegaan, hè? Ja, jij zegt het. Die heeft een veel hardere kop, weet je? Ja, veel harder. Ja, oh, ik durf het bijna niet te zeggen, hè? Maar ik moet eigenlijk even weer pissen. Vreselijke zeikfluit die je er bent. Ik ben er zo langzaam aan een beetje te beven. Ja, dat snap ik. Ik ken u wel even. Kom maar mee. Ik raak wel een klaar kind. Ja, later ga je beter. Oké, dat komt even heel goed uit. Lena heeft nog weinig goeds gedaan, maar dit flauwvallen, dat komt als geroepen. Oké, nu eerst deze koffer in veiligheid brengen. Gewoon voor het geval dat. Meneer Verkampen. Oh, je bent alleen. Hé, Sjaak, luister. Je bent alleen? Waar zijn meneer en mevrouw de Nij? Die waren niet in de kleedkamer. Ze zijn ook niet hier. Plassen. Oh, nee, niet weer. Oké, dat was op het nippertje. Ah, meneer Van Kampen. Oh, je bent alleen. Hé, Sjaak, luister eens even. Je bent alleen? Ja, Arie en Ali die zijn plassen. En Nick is erachteraan. En die vroeg of jij ook wel helpen. Oké, krantje boord. Heb ik ze nou allemaal gehad? Sta ik straks nog oog in oog met Natasja of Keten? Ja, gaat wel goed met je? Ja, uitstekend. Kan niet beter. Nee, helemaal goed, toppie. Ik stond even een beetje in mezelf te praten, ja, geloof ik. Ja, waarom juist? Zeg, waar is iedereen eigenlijk? Weet ik niet, geen idee. Oké, eerst de koffer. Kan ik u vertrouwen? Niks mee doen! Niks mee doen! Zie je nou wel, Arie? Het is helemaal niet zo moeilijk om de weg terug te vinden. Nee, maar ik loop ook niet de hele dag met lipstip op mijn zak, hè? Wat bedoel je nou? Denk je dat ik gekke Henkie ben of zo? Ik zag heus wel dat jij op elke hoek een puil met die lipstick zat te krijten. Ja, je hebt zeker te veel de gelaaste akkad gelezen vroeger, hè? Het was Klein Duimpie. Ja, maar die liep ook niet met lippenstift dat op zijn zak. Dat meen je, zeg. Nee, ik was net door mijn broek aan zijn. Nou goed. Ja. Hey. Zullen we even kijken hoe het met dat wijfje gaat? Ja, een goed idee, Art. Want dan moet je wel bij me blijven, want anders verdwaal ik weer, hè? Nou, kom op, lopen dan, ja. Art. Ja, even. Zet hier even een paal neer, hè? Gewoon voor de zekerheid. Ja, Art, jij bent de loogste thuis, tenminste dat ik. Ik dacht dat je flauwgevallen was. Ja, ik? Flauwvallen? Kom je erbij? Nee hoor. Maar wat doe je dan op de grond? Niet flauwvallen in elk geval. Ik zocht contactlens van Lena. Ja, oh. Die was ze verloren, dacht ze hier net toen ze flauwgevallen was. Oh. Maar ik zie hem niet. Ik zie ze ook zo 1, 2, 3 niet liggen. Ook nooit geweten dat Lena lens had trouwens.
Sjaak en ik en Alex gezien? Nee, toen ik hier was, dan was alleen Sjaak hier. Maar trek je het allemaal een beetje? Nou, ik zou blij zijn als die opnames erop staan. En daarom zoek ik Nick en Alex. Ik heb ook nog zoveel te leveren! Oeh, wat moet ik nou? Van wie zou het zijn? Oh. Hallo? Nathalie? Nee, die is hier even niet. Nee, wie ik ben. Ik ben een hele goede vriendin. Echt een hele goede vriendin aan wie ze echt alles vertelt. Maar dan ook echt alles, hè. Waar ik me mee bemoeid. Nou, ik kijk gewoon of alles een beetje goed in de gaten. Ik geef helemaal niks door. Ik ben haar vriendin en niet haar secretaresse. Wil je? Gooi hem er lekker op. Vast het mislukker vriendje van hem. Wat een akelig mislukker mannetje. Ben ik mijn telefoon ook nog kwijt? Gevonden. Hè? Waar lag hij nou? Nou, hij lag hier in het bureau en hij ging over en toen... Ik ben zo blij dat ik hem weer heb. Ben ik gebeld? Nee. Dat ging, er was gewoon een telefoon en die wou ik opnemen en toen zag ik hem toevallig liggen. Oh, nou, in ieder geval, ik ben zo blij dat ik hem weer heb. Ik ga nog even gauw een paar telefoontjes plegen, dan ben ik zo weer terug voordat de opnames beginnen. Jeetje, dit gaat nachtwerk worden. Jongen, ik heb nooit zo'n dag meegemaakt. Allemaal eens even checken of alles nog in orde is. Even weer nieuw halen. Jongen, maar toe. Een beetje schot van kampen. Nou, is me daarna te schrikken hoor. Het is maar goed hè, dat ik u heb weten te vangen, want u had wel een gat in uw hoofd kunnen vallen. Ja, nog mijn verschrikkelijke dank daarvoor, meneer LL. Ja, ik weet ook niet wat me bezielde. Het werd me ineens helemaal zwart voor de ogen. Volgens mij stond u een beetje te kibbelen hè, met uw echtgenoot, is niet? Ach ja, Sjaak, Klaas, die kan nogal een drammet zijn hè. Ik weet precies wat u bedoelt hè. Ik heb zo'n vrouw. Och man, ik word er stik nerveus van. Oh, dat is hij toch helemaal niet waard? Nee, misschien niet. Maar ik heb altijd geleerd, wie A zegt, moet ook B zeggen. Kan u niet helemaal volgen hoor. Nou ja, kijk, wij zijn hier samen aan begonnen. En dan kan ik hem toch niet zomaar in de steek laten. Maar ik ben zo bang, hè? Kop op, vrouwtje, kop op. Iedereen heeft wel eens een dipje. Een dipje? Dat is niks vergeleken bij dit, hoor. Wat ik zeggen wil is, er is geen wolk zo donker of de zon schijnt erachter. Ja, nee. Stil maar, vrouwtje. Kom maar bij oma Alare. Wacht, ik geef even een glaasje water, hè. Dat zal u goed doen, alsjeblieft. En weet u wat nu het ergste is? Dat vliegen, hè? En ik heb nog nooit gevlogen en hij wil dat ik dan vanavond met hem meega. Aha. Ziet u? Ja, kijk, en ik heb vliegangst. En dat wist ik natuurlijk niet, hè? We zouden hem smeren. Maar dat had toch ook wel in dat lelijk eentje van hem gekund. Of met een tram, trein of bus. Maar vliegen? Oh, ik weet het niet hoor. Dus u zou vanavond op vakantie gaan, ja? Ja, nee, maar dan begrijp ik u haast tijdens de opname daarnet, hè? Het is eigenlijk geen vakantie, maar ik mag u dat helemaal niet vertellen. Als hij dat hoort. Wees er maar niet bang hoor, hij zal van mij niets horen, hè? Niemand moet zelf die ega van mij niet. Zeg, jongen. Wat gebeurt er allemaal? Ben jij daar, snoes? Nou, dan gebeurt er helemaal niets, hè? Nee, helemaal niets, nee. Kijk, mevrouw van Kampen hier, die heeft een kleine interhumano disturbus. Wat dat is? Ze komt de hart bij mij lucht. Noem dat maar niet. Hè? Ze zat vrijwel bij je op schoot al aan. Nou moet je niet overdrijven, hè, kleintje? Overdrijven? Ik overdrijf helemaal niet. Kijk naar je revers. Het is helemaal nat van de krokodillentranen van haar. Nee, dat zijn geen krokodillentranen, hè? Nee, kijk, Lia hier, die heeft echt verdriet. En zij is bang. En ik vertel niet waarom. Nou ja, Alaar.
We hebben nog nooit geheimen voor elkaar gehad, hè? En nu door zo'n... Gaat iemand mij nog vertellen wat zo'n instrumadistorptie is? Een interhumadisturbus, mevrouw. Ja, maar doet het zeer. Schrikt u nou maar niet, vrouwtje. Het betekent gewoon een verstoorde verhouding, hè? Oh, een klein misverstandje. Ja. Oh, schrikt u nou maar niet, vrouwtje, hè? Wat ik je om mij zo bekommerde, Allah. Schatje, ik vertel het je nu nog één keer, hè. Je hebt geen enkele reden om jaloers te zijn, hè. Nee, nee, het enige wat ik deed was een luisterend oor bieden aan iemand die dat even nodig had. Oh, jaloers. Verbeeld jij nou maar niks, Allah, hè. Ik jaloers, jaloers. Ik ken het woord niet eens. Nee hoor, niks nada. Oh nee? Nee. En die ene keer dan, hè, toen jij in mijn agenda zat te snuffelen, hè, en toen begon te vragen wie die Julie is. Dat doet nu even niets ter zake, ja. Allah luchthart blauw zijn. Oh, maak je maar niet druk, lieverd. Dat doe ik ook niet. En wacht jij maar af. Hebt u nu door mijn schuld ook zo'n instrumadistortie? Maak u zich maar geen zorgen, mevrouw. Nee, mijn vrouw die heeft nu eenmaal erg lange tenen. Hè? Ja. Maar eigenlijk moet ik u bedanken. Mij bedanken? Jazeker, u heeft mij de ogen geopend. Ja. Vanaf nu is het niet meer Bea's wil is wet. Nee, er gaan hier wat zaken veranderen. Per heden. Nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Oh, kon ik maar zo op mijn brommetje stappen en er vandoor gaan, hè? Was ik maar nooit met Sjaak in zee gegaan. Oh. Wat hoor ik? Over Sjaakie praten waar hij niet bij is? Ach, Sjaak, doe toch normaal, maar ik zou er iets aan overhouden. Ja, 25.000 euro als je zo'n klein beetje je best doet, schat. Ik geloof dat we er beter mee kunnen stoppen. Wat zeg je nou? Dat, natuurlijk niet. Net nu we er bijna zijn. Oh, ik wou dat ik Johanna had gekozen. Wat zeg je? Dat ik dit allemaal voor jou doe, natuurlijk. Hè? Omdat ik zoveel van je hou. Ja, dat doe je echt, hè? Ja, natuurlijk, schat, hè? Je denkt toch niet dat ik dit alleen maar voor mezelf doe? Je weet wel beter, hè? Ja, maar dat vliegen, hè? Ja, maak je daar maar even geen zorgen over, hè? We zien wel waar en hoe we komen, hè, schat? Als ik maar bij jou ben en de 50.000 euro, hè? Oh, jullie spelen dat jullie getrouwd zijn, hè? Ja, ik dacht dat jullie elkaar niet konden uitstaan, maar hebben wij het even mis. Klopt. Het is niet wat jullie denken. Nee. Lena, gaat het weer een beetje? Want we moeten nu echt verder. Ja, prima. Ja, oké. Maar dan haal ik eerst Nathalie even bij. Het ziet eruit of je behoorlijk gehuild hebt. Ja, heel goed. Geef de rest ook even een seintje, dat we verder kunnen. Prima. Je hebt me wel laten schrikken, Lena. Ja. Heb je daar vaker last van? Waarvan? Van zomaar flauwvallen. Nee, dit was voor mij ook de eerste keer. Ik denk dat het allemaal van de spanning komt. Hè? Ja. Het zal de stress wel zijn. Ik moet van Sjaak ook zo opletten dat ik het allemaal zeg. Maar gelukkig gaat het nu allemaal weer een stuk beter met je, schat.